Ben je geïnteresseerd in wat mensen beweegt? Waarom ze handelen zoals ze doen? En ben je nieuwsgierig naar oplossingen om hun gedrag te veranderen? Toegepaste psychologie geeft je inzicht en kennis over een grote diversiteit van psychologische onderwerpen. En hoe je deze kennis kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Het gaat over mensen en gedrag. En dat is breed, want dat is overal om ons heen. Als toegepaste psycholoog word je opgeleid als gedragsdeskundige. En dit houdt in dat je deskundige bent op het gebied van het verklaren en het beïnvloeden van gedrag. De opleiding TP gaat over het heel open kijken naar mensen, naar de samenleving. Het in beeld brengen en ja, afhankelijk van een vraag van een opdrachtgever eigenlijk een interventie bedenken om gedrag... Klinkt goed! Het is natuurlijk belangrijk dat de opleiding bij je past. Bij jouw talenten, interesses en bij de sfeer van de opleiding. Dat je geïnteresseerd bent in mensen, maar ook wel wat er achter gedrag zit en welke theorieën daar over menselijk gedrag zijn. Dat je ook geïnteresseerd bent in je eigen gedrag, wat zijn je motieven, dat je kritisch naar jezelf kunt kijken. Als TP'er is het belangrijk dat je eerlijk bent, open bent, je moet interesse hebben in anderen, maar je moet zeker ook wel over heftige onderwerpen kunnen praten. Het is iemand die kritisch tegenover zichzelf kan staan, dus die veel over zichzelf nadenkt en die ook constant bezig is met zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ja, je moet geïnteresseerd zijn in andere mensen, in hun verhaal, maar je moet ook geïnteresseerd zijn in de problematiek die mensen hebben en hoe je die kan oplossen. Ik vind de hoorcolleges echt heel erg leuk. Wat ik minder leuk vind zijn de projecten. Ze zijn wel echt ontzettend leerzaam, alleen het vergt heel veel energie om samen te werken met andere klasgenoten. De vakken van het tweede jaar sociale psychologie en het vak consumentengedrag en invloed. Het zijn twee vakken die heel erg ingaan op het gedrag van normale mensen en hoe normale mensen beïnvloed worden. Met de onderzoeksvakken krijg je heel veel te maken tijdens deze opleiding. In het begin van de opleiding in het eerste jaar krijg je sowieso elk kwartaal een onderzoeksvak. En in het tweede jaar krijg je per kwartaal 2 onderzoeksvakken, dus dat is vrij veel, vrij pittig ook. Ze zijn erg moeilijk, maar het is ook belangrijk omdat je heel goed kritisch leert denken door die vakken. Toegepaste psychologie is een opleiding waarbij je leert om het gedrag van mensen te analyseren en beoordelen en vervolgens te beïnvloeden. Het leren doen van onderzoek speelt hierbij een grote rol. Dit neemt dan ook een belangrijke plaats in binnen de opleiding. In de eerste 2 jaar ben je regelmatig bezig met het uitvoeren van onderzoek. Dokter Phil word je niet, maar je kunt er veel kanten mee op. Omdat je bij het HBO meteen in het eerste jaar al stage gaat lopen. En op de universiteit is dat niet zo. Dus bij het HBO ben je meteen bezig om alle theorie in praktijk te brengen. En dat is eigenlijk voor mij de voornaamste reden dat ik voor het HBO heb gekozen. Toepassen van wetenschap in de praktijk, hè, dus het vormen van interventies noemen we dat, hè, manieren om menselijk gedrag te beïnvloeden, ja, dan kom je op de HVA terecht. En daar leer je naast al die theorie ook die vertaalslag maken naar de praktijk. Door de stages die ik heb gelopen heb ik echt gezien wat je als toegepast psycholoog kan betekenen voor andere mensen. En je kan ze echt helpen in het proces wat zij ingaan. En dat is zo mooi, dat geeft je zoveel voldoening. Dus ja, dat is wel echt mijn drijfveer. Bij toegepaste psychologie leer je heel veel over jezelf. We hebben heel veel reflectiemomenten. Je neemt jezelf op film, dan ga je op reflecteren. En ook op stages heb je heel veel reflectiemomenten. Ja, de studenten en de docenten zijn echt heel erg leuk. Dat komt omdat het allemaal hele sociale mensen zijn. Anders denk ik niet dat je heel snel deze opleiding zult doen. Dus ja, het is een hele prettige sfeer. Als je ergens mee zit, kan je het gewoon aankaarten en er wordt heel serieus op ingegaan. Dus dat is echt heel fijn. Die vind ik heel positief. Ik vind het een open sfeer, een gezellige sfeer. Mensen zijn toegankelijk, zowel docenten naar studenten als vice versa. De arbeidsmarkt waar de toegepaste psycholoog mee te maken krijgt is heel breed. Je denkt misschien bij psychologie heel snel aan problemen en het helpen van mensen. Zoals bijvoorbeeld mensen bij 113 online die erover denken om zelfmoord te plegen en daarmee in het gesprek te gaan. Maar dat is zeker niet het enige wat onze studenten doen. Er is bijvoorbeeld ook heel veel vraag naar studenten die de richting arbeids- en organisatiepsychologie hebben gedaan. Die vinden heel vaak makkelijk een baan in de richting van werving en selectie en bij het werken met bedrijven. Meer weten? Ga naar www.hva.nl/tp.